De training van PSV was vanmorgen nog maar net begonnen. PSV was wat aan het inlopen en wat aan het spelen met de bal. Toen die training even onderbroken werd voor een officieel moment. PSV presenteert namelijk vandaag een nieuwe partner, een nieuwe sponsor. Dat is zorgverzekeraar Mensis, die zich voor 3 seizoenen aan PSV heeft verbonden. En daar werd met de spelersgroep op de achtergrond en trainer Fred Rutte erbij even op geproost. En PSV is met Mensis als nieuwe partner zeer content. Ik denk dat Mensis, net als PSV, in zijn eigen vak heel professioneel is. En wat we delen met elkaar is een oprechte interesse ook in een stukje maatschappelijke betrokkenheid. En ik denk dus dat we de komende jaren veel van elkaar kunnen leren. Sponsor zijn betekende vroeger geld betalen op een bord staan. En vandaag is het toch een relatie waar je met elkaar ook dingen voor elkaar wil brengen. En wij hebben er alle vertrouwen in dat Mensis en PSV samen iets moois tot stand gaan brengen. Waarom PSV? Omdat PSV een club is met een enorme uitstraling, met een enorm prestatieniveau en een grote binding heeft met haar fans. En ja, dat vinden we als mens is belangrijk. Ze stralen gewoon topsport uit, fysieke, goede gesteldheid, de wil om te winnen. Maar voor ons als zorgverzekeraar, Mensis, is het heel belangrijk dat je ook maatschappelijk actief wil zijn. Dat je met de voetballers als voorbeeld ook naar de mensen laat zien. Werk aan je eigen gezondheid, werk aan je eigen conditie, ben gewoon actief, dan sta je ook goed in de samenleving. Ja, en wij denken dat dat een geweldige match is tussen Mensis en PSV. En vervolgens werden de contracten ondertekend tussen Tini Sanders en Roger van Bokstel. Hij is nu bestuursvoorzitter van Mensis en was ooit in een eerder kabinet minister van Grote Stedenbeleid. Hij legt nog eens uit wat Mensis en sport met elkaar hebben. Mensis zit al op een heleboel plekken in de sport. Sport houdt mensen fit, in beweging. Het is belangrijk dat mensen daar zelf van doordrongen zijn. Je ziet vaak jonge kinderen wel heel actief, maar als ze dan wat ouder worden vaak afhaken. Het voorbeeld, de rolfiguren van de voetballer. Veel belangrijker dan dat ik ga zeggen, u moet werken aan uw gezondheid. En daarom is dat zo'n goede match.